Yo guys, Letje hier met vandaag een nieuwe video en vandaag speel ik terug Minecraft Hardcore. De vorige keer zijn we hier gebleven bij ons magnifieke mooie huis. En nu gaan we verder bij ons magnifieke mooie huis. Zoals je ziet aan mijn gear heb ik wat offline gedaan. Nu, dat was niet de bedoeling, maar mijn video was zo tering saai dat ik het toch maar gedaan heb. Dus ja, we hebben nu al wat loot. We hebben de Power 3 boog en in die Minecraft was geen hol te zien waar ik nog naartoe ging. Dat is de korte semi-vinding. Oké. Twee coals insteken. Zo. En hier. Oh, daar zit nog wat zand in. Zo, oké dan. Ik had ook een mineshaft gevonden. Maar zelfs die mineshaft was fucking saai. Dus. Was niet veel te beleven. We hebben wel heel veel strings erdoor. Dus dat is wel something good, denk ik. Dat is wel goed. Als we strings nodig hebben, moeten we gewoon naar daar gaan. Ik heb wel de spider-spawners kapot gemaakt. Maar. Zo, die spiders. Die zo wat gif geven, dat is niet zo chill. Cave spider, dat is het. Ik had trouwens wel vissen killen, want ik heb honger. Ik moet ook mijn swordies gaan repairen. Fishy, fishy, fishy. Ja, fishinator hier. Nee, wacht. Hoe ging dat ook weer? Die ene dude, die vriend van Kingelert. Ja, fishy hier. Ja, die guy die zo een ton helium heeft gesnoven. In je allen weet ik veel. Dat is echt al nog sad voor hem. Ik weet niet dat iemand hem kent, Fishinator. Moet hem maar eens opzoeken. Fishinator NL. En als je die hoort, no offense naar die dude, want hij kan er op zichzelf niet aan doen. Maar je zou echt denken dat hij gewoon een liter helium heeft ingeademd of zo, weet ik veel. Yes, holy shit. Oh. Sommige mensen doen lachen als mij, hij doet gewoon helium. Ja, man, echt niet normaal. Nu. Dat zijn de fishy en ik ben de King Alert. Dat was een verschrikkelijke woordspeling. Maar. Ik heb ook wat. Oeh, wacht. Maar deze kan. Oké. En I see you. I see you. Ik ga gewoon nog twee extra furnaces maken. Zo, met een beetje geluk. Kan ik hier nog. Nee. Ja, nee, dat is te laat. Dat is jammer. Ja, ik wil mijn mooie huis niet fucken. Oh, maar zo lijkt het zo echt een keuken, snatte. Oké, nice. Oké, dat is totaal niet waar, maar dat maakt niet uit. Zo, voilà. Misschien moeten we dat ook opvullen. We zullen dat met kobbel doen. Ook al ziet dat er lelijk uit, dan hebben we al zoveel verschillende blokken in ons huis. Dat is wel chill, denk ik. Misschien ziet er nog sava uit of zo. Zo, dat typical noob huisje is chill. Oké. Oké, dat is wel fucking lelijk, maar dat maakt niet uit. Ik ging ook nog naar de Nether gaan voor Netherward. Wat was trouwens ook gefaald. Hey, ik heb hier nog keiveltoortjes, waarom heb ik dat niet gezien? Ik ga 3 pickaxen maken. Dat was raar. En waarom ga ik dat doen? Nou, dan kunnen we lekker minen. Ik ga gewoon strip minen. Ik heb gewoon. Back to the motherfucking basics. We gaan hier gewoon een fatte mine maken. Kijk, hè, 3, 2, 1. Gewoon. We gaan een die richting minen. Voilà. Hier beginnen onze mine. Let's go. Niks speciaals. En ik doe altijd zo 3 hoog. En dat is zo makkelijker om naar boven te lopen, naar beneden te lopen. Ik moet ook niet vergeten mijn soort te herstellen. Trouwens, we zijn naar het sharpness 4 soort aan het gaan. Dus dat is wel fucking epic. Ik had trouwens ook in de Nether nog een Enderman gezien, maar ik heb besloten om die niet aan te vallen. Omdat dat in aflevering 10 bijna mijn dood was. Dat is niet chill. Deze is ook trouwens niet zo super chill. Ik ga wel al die kolen even wegminen. Yikes. Dan moeten we naar een andere kant beginnen minen ofzo. En omdat we op I-11 zijn, dan gaan we terug naar links. Naar rechts bedoel ik. Ik wil echt gewoon gebieden waar ik echt gewoon nog amper heb gemined. Dat is chill. Ik ga vandaag ook over wat praten, want ze gewoon tripminen zonder. Weet ik veel, zonder een babbeltje. Babbeltje en knabbeltje. lijkt me wel een beetje saai. Mijn video's zijn sowieso saai, maar anders was het nog saaier. eerst wil ik over wat praten. Ik zou heel awkward voor mij, omdat de derde keer zou ik proberen om een Minecraft video op te nemen. Dus voor de derde keer over hetzelfde tegen mijn eigen praten. Dat is gewoon awkward of zo, weet ik veel. Maar wat mij dus leuk leek, is om over de Notre Dame te praten. En over de
over het onderwerp dat besproken werd met Nata van der Gunst, of Nathan van der Gunst, ACID, bij de Ideale Wereld. En dat is politieke partijen en filmpjes op social media. Hij was in de Ideale Wereld gekomen, was wel vrij leuk. Hij was wel een beetje, ik weet niet, het stond toch wel precies een beetje stress om op tv te komen. Natuurlijk, zijn ego ook een beetje. Maar hey, op zich, er is niks mis met een ego te hebben natuurlijk. Ik bedoel, je kunt beter een fat ego hebben dan gewoon jezelf te haten of zo. Snap je? Veel mensen gaan denken, dat is niet waar. Dat is eigenlijk wel waar. Het is echt belangrijk om aan jezelf te houden. Dus, ja, zeg maar dat Gletscher het gezegd heeft. De guy die Minecraft-video's maakt. Op welke leeftijd? Waar is mijn pickaxe? Ja, ik wil deze pickaxe. Laten we over de Notre Dame beginnen of zo. Dit is wel 2 weken geleden, denk ik. Misschien wel langer als ik deze video upload. Laten we hopen van nee, kom aan, Gletscher. Erte, je kunt het. Je hebt er zin in. Ja, erte, de hele avond lang. Fuck school. Ja, nee. Ja, ik ben verschrikkelijk in, op het gebied van uitstellen. Maar oké. Ik denk dat zo. Is dat niet elk student? Let's be honest. Like, er kan toch geen één student zijn die niet uitstelt. Elk student moet uitstellen, anders zeg je geen student. Anders hoort je niet bij de gang. Snoopt je. Fatte mine hero. Onze pickaxe gaat voilà, begeven. En we gaan onze tweede pickaxe beginnen. Ik hoor dat we wat diamonds kunnen vinden. We gaan ook vooral mikken op de iron. Op zich, diamonds zijn eigenlijk niet zo belangrijk als we onze iron gear gaan boosten, niet? Dus eigenlijk had het nog zo wat awkward zijn, mochten we diamonds vinden, want ik ben zo van die guy van... Alhoewel? Ja, ik weet niet. Ik zal gewoon eens een keer een creative zien, of zo, of een searchje, en ik ga kijken wat de meeste damage doet. Een sharpness 5 iron sword, of een sharpness 1 diamond sword. Nu, het idee is natuurlijk wel leuker om te weten van, ik heb een diamond sword, maar... Oké, nu kunnen we naar rechts beginnen mijn trouwens. Zo. Oké. En we botsen op redstone. Dat is goed voor de experience. Maar over de Notre Dame. Dat is ook zo een specifiek deel. Ik hoor dat praten over Notre Dame. Het deel van... het krijgt zo heel veel geld en zo. Snap je? Dat deel was ook zo al een beetje bullshit over geweest. Ik zie een heleboel shit over voorbij gaan van Twitter. Van, je kunt wel... ik zal maar zeggen... Je kunt wel heel veel geld voor aan de steek naar de superrijke. Je kunt daar wel heel veel geld doneren aan, weet ik veel, aan een fucking kutkerk, kathedraal. Oh shit, heb ik misschien wel baguettes getriggerd? Mijn excuses, dat was niet de bedoeling. Niks tegen baguettes. Zit ik op I11? Ja. Oké. Oeh, lapis lazuli. Dat is een mooie blok. Een lapis kunnen we wel iets doen. Ja, met lapis kunnen we zeker iets doen. Waar is de tijd? Dat je met lapis niks kon doen, waar het alleen nog maar diende om de schapen blauw te maken. Ja, dat was een tijd. En ik denk dat 1.8 is of zo, dat is toegevoegd dat je lapis nodig had om te enchanten. Een goede verandering voor mij, want anders was lapis echt zo useless. Dingen, ik zou het denk ik wel leuk vinden mocht er een nieuwe ore komen. Dingen, ik het persoonlijk leuk zou vinden mocht ik emerald zo iets meer mee kon gebeuren. Like, emerald gear niet per se, maar toch nog iets anders met emeralds of zo. Want als je zo geen filch hebt of zo, is het zo wel een beetje useless om emeralds te hebben. Of ze zouden op zich nog zoveel kunnen doen in Minecraft. Ze missen echt veel kansen. Denken altijd dat de village en pillage update wel nice is. Maar is het de update die echt necessary was? Ik denk dat ik niet echt veel interessanter was geweest om zo'n mini-boss te adden. Welke biome zit ik trouwens? Deep Cold Ocean. Ja, en nog een mini-boss, want de enige mini-boss is die Guardian Elder boss. De Ender Dragon is een gewone boss en de Wither is ook een gewone boss. Zou veel leuker zijn mocht er veel meer bossfights zijn. Like, fucking Terraria zijn er 18. Oké, akkoord. Voor Terraria is dat wel iets gemakkelijker als een 2D-game. Maar dan nog, dat is fucking cool. Hier is gewoon als je de Ender Dragon hebt verslaan. Oké, ik kan alles wel automatisch maken. Ik kan een poging doen voor de Wither. Maar hey, zoveel valt er eigenlijk niet meer te doen dan in de game of zo. Je moet ook echt eens een keer echt zo specifiek gaan jagen op fucking Endermans. Dat moeten we ook echt doen. We moeten zoveel doen. We moeten alles doen. Alles is... iets te veel. Oeh, ik hoor zombies.
En weet je wat dat betekent? A motherfucking cave. Misschien botsen we nou op de cave. Het is echt wel rechts aan mij. Ja, het is echt wel. Nu ben ik wel weg aan het gaan. Het is hier ergens. Oké. Ja, dat was al heel dicht. Ah, lapis. Oké. Het is. Hij zit hier. Hij zit boven mij. Oeh, hallo. Auw. Oké. Gevonden. Gevonden. Oké. Papa bingo. Yes, let's go. Fucking diamonds, mooi. Ik wil nog altijd niet mijn mening gezegd. Ja, besef welke lekkere fatte cave dat ik heb gevonden. Ik was er sowieso wel nog op gebotst. Oeh, maar dat was trouwens nipt. Ja, kom dan op mij af. Theorisch eat skeletons echt zo fucking hard op u alsof die. Zo. Wacht eens. Oh, ik heb niet genoeg eten mee, kut. En dan eet ik maar rotte fles of zo. Oké. Maar ik zeg u, ik heb diamonds gevonden en het voelde effectief awkward aan. Like. I'm not going to use that shit, you know? Oké, dat is geen shit, man. Misschien de diamonds bij jou. Ik zie nog wat ik ermee doe. Misschien dat ik toch nog een koeienfarm ga beginnen. Een mini-bedrijfje opstarten. Wat is hier dan nog te zien? Oh, daar is daar ook wel gezellig, precies. Zo. Waarom ziet dat er grappig uit? Oh. Oké, dan. Bedankt om de weg te openen. Oh. Oké. Is dit een opening naar een zee of zo? Of is het gewoon. Oké, het gaat effectief nog verder. Wel blij we diamonds hebben gevonden. Dat is wel chill zo. Is dit in de zee? Oh, cool. Yo, what the fuck? Ik heb nog nooit zo'n cave gezien. Dat is nog wel cool. Auw. What the fuck was dat? Kan je eens kijken wat naar de uitgang is van die andere kant van de cave? Dat is gewoon de zee, I guess. Dat gaat nog ver door, joh. Holy shit, dat is al vies graaf. Dat wordt wel de titel of zo. Nou, is gewoon een onderwater cave. Dat is fucking vet. Dat is fucking vet. Oké, thumbnail. Prachtige thumbnail. Oké, hier moeten we zeker eens naar terug gaan of zo. Mochten we iets van poosjes zijn waardoor we langer kunnen ademen, weet ik veel. Want ja, ik kan nu ook niet het risico nemen om te verdrinken. Dat klinkt zo heel dramatisch, verdrinken. Maar hoeveel diamonds zijn het? Let's get to the motherfucking point. Ik denk dat er 4 zijn. Misschien 5? Nee, dat zijn er 4. Oké, wat zijn diamonds? Kon slechter. Voilà. Oké. Nu heb ik al trouwens mijn mening gezegd over het Notre Dame gedoe. Ik ga het gewoon kort houden. Iedereen zaagt dat multinationals niks doen. Ze doen zelf niks. Begin ook een beetje bij je eigen. Wees een beetje consequent voor jezelf. Leven is awesome. Oké, nu naar het interessante deel van de video. Niemand boeit in Notre Dame nog iets eigenlijk. Oké, maar ik ben wel blij dat we diamonds hebben gevonden. Dat is toch iets, we hebben iets bereikt. En een onderwatercave. Like, ik wist wel dat er onder water ravijnen waren, maar echt zo onder water cave zoals dat? Geen idee, ik wist echt niet dat dat bestond. Bestaat ook in het echt trouwens. Ik hoor zo mensen denken, no shit Sherlock. Oké. Mooi. Laat ik even hier 4 blokjes plaatsen. Ik ben nog maar 20 minuutjes bij. Ah, dat is awkward. Dat is logisch dat ik hier uitkom ofzo. We doen alsof dit een voilà, kon niet gebackreept worden of zo weet ik veel. Oké. We gaan gewoon even beyond deze cave. Zit nog altijd Deep Cold Ocean, nog altijd.
ik ben een soort van benieuwd of zo wanneer we eruit gaan. Hoe staat het met de kool? Want de kool staat ook goed. Dat is goed om te zien. We moeten er ook even geen fuck meer om geven. Ik pak dit allemaal wel even mee of zo. Maar wat over de ideale wereld ging, het was mijn ACET, ze hadden hem uitgenodigd om zijn mening te geven over de filmpjes. Een beetje propaganda is niet het juiste woord, denk ik. Maar ik denk iedereen al begrijpt wat ik bedoel. Voor de verkiezingen. Een beetje reclame eigenlijk. Zijn mening erover, dit, dat, shit, show. Zijn mening was een soort van te voorspellen, denk ik. Maar hij had wel een beetje gelijk. Ook wel gelijk als hij zegt dat hij een beetje teleurgesteld is in de Belgische politiek. Niet in de zin van, wie doet dat nu? Belgische reclame maken. En wat zeg ik? Propaganda filmpjes maken op social media. Ja, ik zeg propaganda, maar ik weet even geen ander woord. Hij was eerder teleurgesteld in hoe shit ze waren. Hij heeft toch ook een beetje compleet gelijk, like Open VLD, want ik was die aflevering achteraf aan het bekijken. Like die dudes moeten echt het concept dingen eens leren kennen. Het concept audio lager zetten, want ik werd de hele tijd ge-e-raped. Like, het was ook zo, is snel opgenomen. Het was echt zo, what the fuck is deze? Zou je het fucking brol komen laten staan? Het opnemen en op social media kunnen gooien. Oeh, dat is een nieuwe cave. Dit is nog een lucky ding of zo. Yo! What the fuck? Ik zeg, dit is nog wel een lucky ding of zo. Ik vind noise diamonds. Dat is ook zo typisch. Ik heb voor eens één keer in mijn leven eigenlijk in diamonds nodig. Ik vind niks anders. Het is trouwens goed dat ik zoiets erom ben. En ik vind niks anders dan tering diamonds. Oké. Let's be honest, deze is gewoon te zonde om te verspillen aan dingen. Dus ik heb besloten, we gaan toch aan die koeienfarm beginnen of zo. Ja, man. Gewoon die volle acht. Die volle acht ook gewoon. Oh, dat is gezellig. Ja, ik wil wel alles even veilig stellen. Iron. Dat is redstone, kijk. Correctie. En laat ook even in die cave zien. Als ze in die cave dan ook nog diamonds vinden, ja, GG dan. GG. Dan hebben we, 12 diamonds. Yikes, dat is nog verschrikkelijk veel eigenlijk. Dan kunnen we een sword mee maken, een dikke chestplate. Zo. Oké. Okay. Ik denk dat het nu wel veilig genoeg is. Oh, die vol echt motherfucking. Jammer dat ik geen fortune pickaxe heb, maar oké, maakt niet zoveel uit. Ik ben echt wel content met 12 diamonds. Zeker als ik op zoek ben naar iron. Like, hoe fucking random is deze shit weer? Gaat dat naar hier? Oké, dan is deze al heel mooi. Om dingen weg te smijten. Dat mag ook gewoon weg. Twee strings hebben we genoeg van. Een beetje stekjes weggooien. Niet zien dat ik de diamonds weggooi, die end side, maar ook gewoon oprotten. Rotte flash ook weg. Oké. Zo. Ik moet even niet kijken naar ik erin tief. Oké. En laten we nou even naar die cave zoeken. Dan kunnen we nog wat iron mee pakken. Dan hebben we denk ik een heel goede mining sessie gehad. Like, what a fucking 12 diamonds. Ja, dat is tering veel. Dat is echt tering veel. En ik heb niet eens zo ver gegraven. Het is hier ook weer recht boven mij. Ik moet wel een beetje oppassen of zo. Of zo, geen idee. Ja, daar zijn ze. Oké. Oké. Au. Hallo. Ah, gold. Oh. Oké. Dank voor de 2 arrows. Overal creepers. Oké. Zo.
Allee dan, ontplof dan maar of zo. Oké. Okay. Oh, hoe mislukt was dat? Oké, maakt niet uit. Stiekem wil ik al nog kijken of ik nog wat diamonds kan vinden. Zit ik nog altijd en ja, nog altijd in de ocean. Hoe hoog zit ik eigenlijk? Oeh, wow, ik dacht dat ik veel hoger zat. Chill. Het zou echt gewoon motherfucking MVP zijn mocht ik nu noise diamonds vinden. Like, oké, dan is het echt gewoon een gemiste kans om dan niet te level 30 enchanten. Oké, denk ik toch wel gaan doen. Like, dat hoort toch wel bij die journey, alles level 30 enchanten. Dus ik ga vanaf nu nog altijd wel mijn gear zo wel wat upgraden, denk ik. Mocht dat er toch niet van komen, die koeienfarm. Maar ik ga het toch wel proberen. Het probleem is, ik ga die koeienfarm wel aan de andere kant van de oceaan moeten doen, want daar zijn alleen koeien. Dus dat is wel nog lastig. Maar we hebben wel wat diamonds, dat is mooi zo. Yikes. Oké. Okay. Yo. Kijk hoeveel creepers dat er zijn. Dat is toch niet legit? Was er hier nog iemand? Nee. Geef mij de gold. Give me everything. We kunnen ook misschien wel een notch apple maken of zo. Dat zou wel cool zijn of zo. Like, dat kan wel echt wel van pas komen. Even legit. Je wilt er nu geen notch apple. Diamonds? Nee. De diamondverslaving is er toch wel hoor. Nou, misschien is ik mijn mening trouwens er de volgende keer over. Want snap je als je zo aan het minen. Ah, oké. Okay. Dus we zijn ergens in een zee. Ja, ergens in een zee. Welke zee zou dat nou zijn? Oh, ja, zie, ik zit dus helemaal niet ver. Daar is gewoon mijn huisje. Ça va, chill. Ik ben wel benieuwd wat er aan die kant van de oceaan is. What the fuck was dat? Ah, een trident zombie. Hier waren dus heel veel mobs. Ja. Oh. Ja, wacht. Ja, oké. Okay. Allee. Voilà. Er waren ook nog heel veel creep. Ja, dat bedoel ik dus. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Rotte flash. Voilà. Yo. Ah, dat is een Enderman. Oh, jijkings. Ah, weer al drie creepers. Oké. Okay. Ah, wauw. Oké dan. Oké. Okay. Ah, dat is zich. Oh, sorry. Ah, denk alleen hoe je het met een kleine afgeslacht. Oh. Dat is de opa. Maar als die blijven komen vandaag, ga ik wel even weg ofzo. Wat is up met al de bats eigenlijk? Als ik geen echt eten heb, ga ik geen Enderman aanvallen. Like, in 10 episodes had ik wel op ballen om een Enderman aan te vallen, maar nu niet. Dat is echt vreemd eigenlijk. Ja, hier gaat die. Ja, dat is gewoon dat. Oké. Okay. Hoeveel iron heb ik? 43 is ook mooi hoor. En dan ga ik even terug naar mijn base. Ik ga gewoon daar langs boven, denk ik. Dat gaat wel een heel eindje zwemmen worden, maar ça va, zo. Zo, ik ga even onder water zwemmen, dat gaat verder. Het begint ook nacht te worden, dus ik moet er niet te lang over doen. Plus, ik kan wel. Ja. Die zwemmen weg van mij. Ik ga de volgende keer trouwens gewoon verder minen. Niet meer in die cave. Cave was brol. En dan ga ik deze video wel afsluiten. Ik ga ondertussen offscreen hier nog wel een beetje. Ja. Een beetje, hoe moet ik het zeggen? Nog wel een beetje shit doen en al. Hier is mijn eten trouwens. Jee.
Ik heb twee kots. Die mogen daarin. Een heleboel creepers. Dus laat ik die ook even pakken. Oh, Yaki, you can't be fucking serious. Oké, dan is hier vanaf nu een heel mooi gat. Ja, welkom bij dit heel mooi gat. Ah, hier liggen nog twee blokjes. Zo, oké. Ja, durf mijn farm één keer op te blazen en ik verkracht u, mama. Oké, maar qua looting zijn we niet slecht bezig. 12 diamonds erbij. Ja. Ik weet niet hoe vaak ik dat nog ga herhalen, maar ik ben toch blij. ja, dat is boeien. Ik heb ook heel veel kool. Dat is ook echt trouwens enorm tyfus lekker. Voilà. Dat dieven er allemaal bij. Zo. Nou, natuurlijk moet dit allemaal hier nog in. Ook heel wat boos gedropt. Dat is ook chill. Kijk dat ik nog een beetje kan enchanten voor deze aflevering. Waarschijnlijk gaan we een nieuwe anvil moeten maken. Maar ja, het leven is hard, hè, jongens. Ja. ik ga gewoon deze allemaal transfer neuken aan het sticks. Dan ga ik nog een... Hier nog wat iron erbij al. Waar is al mijn... Aha. Oké. En dat shield uit mijn muil. Oké. Gewoon alles uit mijn muil. Oké. Dus we gaan wat iron swordies maken. Dan pak ik... Ik heb de lapis nog. Mooi. Ja, ik wil geen tering been. Oeh! Ja, dat is mooi meegenomen. Dat is dan gelijk in de shekels. misschien kunnen we nog eens vandaag een sharpness 5 zwaard maken. Dat zou ziek raas zijn ofzo. Wacht, ik wacht hier wel even mee. Zo. Knockback 1. Ben ik meer geïnteresseerd? Ja, toch in de sharpness dan. Wacht, wat? Ah, ik heb gewoon de knockback gepakt. Oeps. Ja, op zich komt het wel goed uit, want ik heb hier sharpness staan en hier knockback en ik had dat geplant. Dus hey, dat is nog chill of zo. Ah, ik had niet eens naar andere enchantments gekeken. Oeps. Allemaal sweeping edge. Ugh. Ja. Dat is wel goed tegen mobs of zo, heb ik gehoord. En de anvil is kapot, dat was te denken. Kan ik een nieuwe maken? Ja. Zo. Oké. Voilà. Ik denk trouwens dat qua wapens moeten we geen diamond sword maken, maar voor het armor misschien wel. Ik denk dat we voor armor misschien ook niet zo'n slecht idee is om dat te doen. Knockback 1. Ja, zeker. De lapis boeit het ook niet zoveel omdat het opgebruikt. Oeh, kunnen er wel. Ja, dan hebben we knockback 2. Oké, dat is nog wel nice of zo. Wat staat hierop? Ik heb wel niet meer zoveel levels precies. Ah, toch wel. Oké, dat moest ik hebben. Sharpness. Oké. Dus die twee mogen samen. Dan is dat knockback. Die twee. Sharpness 2. Oké. Sweeping edge 1. Sharpness 3. Dat zijn 12 levels. Sharpness 4. En dan zou er ook nog eens knockback 2 op hebben. Dan wordt dat toch wel een mooi zwaar. Kijk, dat ik nog wat iets van mijn armor kan upgraden. Oké, ik heb een idee. Oh, ik hoor sommige mensen denken. Dat kunnen we ook nog doen. Maar ik heb zeker maar. Ach, yikes. Yikes, oké, never bite. dat is een power 3 bogen. Laat ik even deze twee bogen pakken. Wat wil je hierop zetten? Oké, power alleen maar. Unlimited power. En hier ook, ja. Oké, dus we hebben wat geenchant, maar ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk, was een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer gaan we verder met Minecraft Survival. En ik zeg ciao.